In Suriname is er een bepaald cultuur dat wanneer kinderen er wat doen, zij er een tikje voor krijgen. Maar onderzoek heeft uitgewezen, internationaal, dat opvoeden op een dergelijke manier zorgt voor trauma, zorgt voor heel wat andere zaken bij kinderen. Waar velen aangeven dat zij er allemaal beter van zijn geworden, zijn er weer anderen die juist vanwege dat tikje dat ze elke keer kregen of dat geschreeuw dat zij toen kregen, zij daardoor een ander mens zijn geworden. Een ander mens dat moeilijk functioneert in de samenleving. En daar wil de kinderen en jongeren telefoon 123 verandering aan brengen. Jacinta Jongalak-Dundas, de directeur van de kinderen en jongeren telefoon, die vertelt in een interview met TBN Prime Alert wat zij precies gaan doen. Er wordt aandacht besteed aan het toepassen van lijfstraffen binnen de opvoeding. Dus het gaat erom, we weten het, in Suriname negen we als wij kinderen iets willen aanleren in de opvoeding omwille van het disciplineren van het kind, dan negen ouders en opvoeders te slaan, te schreeuwen, te beledigen. En wij willen daar aandacht aan besteden in het kader van de internationale dag to end corporal punishment, dus het beëindigen, het uitbannen van het toepassen van lijfstraffen, willen wij ook in Suriname deze discussie weer opstarten, maar ook echt die bewustwording creëren dat het schadelijk kan zijn voor kinderen als zij binnen hun opvoeding, als ze nou thuis leven bij hun ouders, als ze in een internaat leven, als ze in een tehuis leven en zelfs op school, kan het schadelijk zijn voor kinderen als er geweld wordt gebruikt. Ook al is het geweld met een goed doel. Want wij geloven wel dat ouders die hun kinderen een pak slaag geven, dat ze dat meestal doen omdat ze iets goeds van het kind willen zien. Dat zeggen we ook in de Surinaamse samenleving, toch? Je wil iets goeds van dat kind hebben. Dus zo'n ouder houdt wel van zijn kind en wil het beste van zijn kind, maar doet het op een manier waarvan zij, dat is de enige manier die ze kennen. En nu zeggen wij, er zijn andere manieren om het kind ook goede dingen aan te leren. Om dat kind ook een goede man of vrouw in de samenleving te laten worden. Zonder het slaan, zonder het beledigen, zonder het vernederen. Toch? Dus wij willen daar bewustwording over creëren, dat het anders kan. En mensen ook die informatie geven, die kennis geven, die tools geven om het daadwerkelijk ook te doen. Omdat we echt denken dat het alleen maar gedaan wordt, omdat mensen niet weten dat het anders kan. En jullie informatie die dus nu verstrekt zal worden, hoe zullen jullie dat aanpakken? Nou, via onze Facebookpagina zullen we die informatie delen via media, zoals uw medium. En ook echt onze website. Dus overal waar wij een gelegenheid krijgen om deze informatie te delen, zullen wij dat doen. Het gaat dus nu om een social media campagne. Veel mensen zitten op social media en het kost wat minder om mensen zo te bereiken, zullen we dat doen. Het gaat erom, zodra we met mensen praten, dan krijg je die bekende discussie toch. Ja, maar ik ben ook geslagen en ik ben goed uitgekomen. Dat zeggen veel mensen. En dat kan zo zijn voor veel mensen. Maar er is toch gebleken uit onderzoek, ook internationaal onderzoek, maar ook in Suriname, het wordt veel gedaan. En het kan schade aanbrengen. Het brengt schade aan het kind aan. Denk aan toen jij klein was en je werd geslagen, toch? Ik bedoel, veel van ons hebben dat meegemaakt. Op dat moment ben je kind. Je voelt je onmachtig tegenover die ouder die daar staat. En het is die persoon die je moet beschermen, die je moet vertrouwen. En je wordt geslagen of er wordt je zoiets hards gezegd dat het je tot in je ziel pijn doet, toch? Dus dat is niet goed. Wij vonden het geven alle goed. En mensen zeggen dan, ja, maar daardoor ben ik zo geworden. Dat kan, maar veel mensen zijn daardoor juist niet zo gelukkig. Toch? Ze hebben geen goede band met hun ouders.
Ze weten niet hoe om te gaan met emoties en met geweld. En plegen zelf straks geweld, of niet straks, misschien nu al, door dat ook te doen met hun kinderen. We praten met mensen en die zeggen, ja, weet je, het zijn die mensen die niet geslagen worden, ja, dan beland je in de gevangenis. Er zijn ook mensen in de gevangenis die wel geslagen zijn en soms daar zijn beland omdat ze geslagen zijn. Dus wij pleiten voor opvoeden met liefde, met geduld en met begrip. Als je teruggaat en als je eerlijk terugkijkt, dan zie je ook wel, ja, een uitzonderlijk kind zal één keer iets zijn gezegd en heeft gelijk geluisterd, maar de meeste van ons, je moeder moest het herhalen. Maar dat is opvoeding. Opvoeding is constant herhalen tot het erin gaat zitten. En ik snap het, soms als ouder, ik ben ook moeder, word je moe van het praten, je wordt moe van het herhalen en toch moeten we het blijven doen. Nog om die kinderen het juiste bij te brengen en om vooral die relatie met onze kinderen niet te schaden. En wij weten dat de ouders die slaan hun opvoeding, ze slaan niet omdat het ze gelukkig maakt. Want als je je kind hebt geslagen, ben jij zelf ook niet blij. Je bent zelf ook niet gelukkig. Je voelt jezelf wel een beetje schuldig soms, toch? Dus het zal ook die ouders helpen, want het, ja, je wil ook gelukkig zijn, toch? Dus probeer iets anders. Het vergt meer tijd, het vergt meer geduld, maar het resultaat is hetzelfde als wat je wil bereiken met slaan en soms zelfs beter. Omdat niet wanneer die kinderen groot zijn geworden, je een hele soort ding moet hebben van verzoening. Want ik heb dit op mijn hart en ik heb dat op mijn hart. Maar dat je gedurende het traject probeert heel liefdevol te zijn naar de kinderen toe. Dus dat willen we de mensen bijbrengen. En hoe denken jullie dan zoveel als mogelijk mensen te bereiken? Zoals ik zei, via social media en de mediums. Gelet ook op het feit dat we multicultureel, multireligieus en ook multilinguaal zijn. Oké. Wat wij willen doen, wij willen in deze campagne hebben we besloten om die discussie over, waarover ik al zei, ja, maar zo moet het en zo hebben we het altijd gedaan, die willen wij liever niet voeren, omdat het een discussie is die altijd eindigt op hetzelfde punt. Nou, er zijn mensen die vinden, zo moet het, en er zijn mensen die vinden, zo moet het niet. Wat wij willen doen, is dat wij ook middels uw media mensen oproepen, ouders oproepen. Heeft u uw kind anders opgevoed, zonder te slaan, zonder te schelden, zonder te vernederen? Maak contact met ons. Wij willen graag u en de andere mensen die het wel is gelukt om dat te doen, als voorbeeld nemen. Toch zodat we binnen die samenleving werkelijk zien dat het kan. Toch? En dat ook het anders opvoeden, dus positiever en veiliger opvoeden, dat ook resulteert in kinderen die volwassen zijn geworden en iets in de maatschappij zijn geworden. Dus we willen de maatschappij echt voorbeelden geven. We willen graag van iedere bevolkingsgroep, van iedere religieuze groep, als u dat heeft gedaan en het is gelukt om uw kind op te voeden zonder dat u geweld heeft gebruikt, belt u ons via het nummer 123. Het is onze gratis hulplijn Milijn. Stuur ons een mailtje op info@bel123.org of zoek ons op Facebook, zodat we contact met u kunnen hebben. Wij willen dit dan vastleggen middels filmpjes. We komen dan op bezoek bij u. We hebben een leuk ontspannen praatje met u. U kan vertellen hoe het is gegaan. Uw kinderen kunnen ook die ervaring delen van wat heeft dit betekend voor mij in mijn ontwikkeling. En die voorbeelden willen we aan die samenleving voorhouden. Om te staven, want nu hebben we die voorbeelden van mensen die wel geslagen zijn en het is goed gekomen. Maar we willen ook deze voorbeelden aanreiken. Zodat er balans is en dat mensen geloof erin kunnen hebben dat het wel kan. En hoeveel tijd hebben jullie dan hiervoor uitgetrokken, mevrouw Jongelok? Nou weet je, gezien dit een gewoonte is die diep geworteld is in onze samenleving, in onze cultuur, zijn we realistisch. Het gaat niet vandaag op morgen veranderen. Dus in de komende 2 tot 3 maanden gaan we er extra aandacht aan besteden. Maar ook na die 3 maanden laten we het niet los. We gaan gewoon door. We gaan die goede voorbeelden, we zullen die goede voorbeelden blijven verzamelen en die ook blijven uitzenden.
Ik wil nog echt aandacht vragen voor de situatie van kinderen thuis, maar ook in tehuizen. We krijgen ook cases binnen van kinderen in tehuizen. Als er kinderen in tehuizen zijn, dan zijn het kinderen die daar zijn gegaan of zijn gezet omdat ze zo'n geweldig leven hadden. Dus de kinderen hebben nogal wat meegemaakt. En bij deze kinderen, met alle kinderen moet je liefdevol zijn. Maar zeker met deze kinderen of kinderen in internaten die vanwege alles het van studie, vanwege studie, maar ze zijn weg van hun familie, zijn weg van hun gezin. Dus dat vergt al veel van ze. We moeten met z'n allen bewust zijn van, er gebeurt ook heel veel met de kinderen in het internaat. Er is ook heel veel geweld, er is ook heel veel corporal punishment. En soms weten we het niet, maar soms weten we het wel. Op een of andere manier weten we er waarschijnlijk niet zo goed mee om te gaan. Maar we vragen ook aandacht voor die kinderen. Ze moeten geen vergeten kinderen worden. Ze hebben al een heleboel meegemaakt vanuit hun omgeving. Daarom zijn ze in zo'n tehuis. Dus laten wij als individuele burgers proberen om 1. Zelfs niet te slaan in de opvoeding en zelfs geen geweld toe te passen. In onze omgeving mensen te spreken erover en aan te sporen om het liever niet te doen en te praten over de manieren waarop het wel anders kan. Om als je het ziet en het lukt niet om te praten, om het te melden. Je mag altijd bellen naar 123, we zijn er elke dag en de hele dag. De bedoeling is dat mensen denken vaak, ja, daar wordt de politie ingeschakeld, al dat soort dingen en dat weerhoudt ze. Maar kijk, mensen hebben verschillende situaties. Als het bijvoorbeeld een moeder of een vader is die alleenstaand is, geen supportsysteem heeft, zelfs ook geslagen is in de opvoeding en niet beter weet en een hele moeilijke situatie heeft, dan kan zo'n persoon in aanraking worden gebracht of in contact worden gebracht met de maatschappelijke dienst. Waar zij kunnen kijken, die moeder of die ouder kunnen begeleiden, het kind kunnen begeleiden, tools kunnen geven, want kinderen opvoeden is moeilijk. Toch? En het vergt veel van je. En zeker als je het alleen moet doen, dan vergt het nog meer van je. Dus je kan je voorstellen dat zo'n ouder met zijn handen in het haar zit. En eigenlijk zonder na te denken, grijpt naar wat het kent. En dat is slaan. Toch? En schreeuwen en beledigen. Dus het hoeft niet allemaal te zijn dat de politie erbij komt. Uw melding kan ook betekenen dat er contact wordt gemaakt met zo'n moeder. Dat er onderzoek wordt gedaan. En dat die moeder daadwerkelijk hulp krijgt. Nou, dus het is niet de bedoeling om mensen zwart te maken. Het is de bedoeling dat wij onze taak als volwassenen, als samenleving, op ons nemen om de kinderen veilig te houden. Dus dat kan je doen, maar ook erop toezien dat de autoriteiten, dat er is een MINOF, er zijn scholen, zijn organisaties die, waar kinderen onder hun beheer vallen, dat ook daar er geen lijfstraffen worden toegepast. En ook dat die overheid erop let dat die kinderen die we hebben gezegd, waarvan we hebben gezegd, ze mogen niet vergeten worden, de kinderen in tehuizen, dat er wordt toegezien dat het veilig is. Wie checkt hoe het met die kinderen gaat? Toch, ze hebben niet alleen eten nodig, ze hebben niet alleen drank nodig, een bed nodig en schoolspullen nodig. Er moet actiever op worden toegezien dat als zo'n kind wordt toevertrouwd aan zo'n organisatie, zo'n tehuis, dan moet het fysiek veilig zijn voor kinderen, maar vooral, toch? Vooral mentaal, toch? Geestelijk moet het kind veilig zijn. Het kind moet niet beledigd worden, het kind moet niet vernederd worden, het kind moet niet geslagen worden. We krijgen meldingen binnen van een oplettende schoolhoofd die zegt, hey, dat jongetje komt met een schram aan zijn hoofd en als we hem vragen, dan is dat gebeurd vanmorgen toen hij is geslagen, toch? Door de leiding van zo'n tehuis. Er komen een heleboel dingen binnen. Ook kinderen die we spreken en die zeggen, oké, nu weten we het, we kunnen jullie bellen, maar dan gaan ze, wanneer we ergens gaan naar de politie of ergens anders, dan gaan ze ons toch niet zeggen, het is onze schuld. Dat zijn dingen die gezegd worden. Nou, wij gaan ervan uit, en ook internationaal is het zo, in iedere grondwet staat er dat mensen hun integriteit moet worden gerespecteerd. Er mag geen geweld gepleegd worden. En op een of andere manier hebben wij dat vertaald als, dat geldt alleen voor volwassenen.
En dat is niet zo. Integendeel, kinderen zijn de kleinste in de samenleving. Het zijn de meest kostbare personen in de samenleving. We zouden juist extra bescherming moeten bieden. Toch? En niet zoiets hebben van, oké, je hebt niet geluisterd. Dus dan is dat pak slaag verantwoord. Het is geweld. Ook al heeft het de bedoeling om iets goeds te bereiken. Dus we moeten ervoor zorgen dat de ouders, de opvoeders, die tools niet hebben om anders op te voeden, om ze dat wel te geven.